Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Mijn stem klinkt niet helemaal goed vandaag. Dat komt omdat ik sinds gisteren wat griepachtige verschijnselen heb. Het is niet zo hevig, maar het vervelende is dat het om de paar dagen terugkomt. Het gaat 5 dagen goed en dan weer 2 dagen niet en dat al een paar weken. Verder is de uitzending vandaag iets langer dan normaal. Ik heb een extra item aan het begin en ik heb geen kortere tekst kunnen vinden. Ik heb deze tekst ook al ingekort trouwens, maar ik heb geen kortere tekst kunnen vinden, dus moet maar even zo. Ik kom vandaag nog even terug op het fragment van de communicatie met maanreflectie van gisteren. Ik vond dat fragment pas nadat ik de bijdrage al gemaakt had, dus ik kon er daardoor geen uitleg bij geven. Ik vind het wel leuk om dat nog even te doen. Ik laat het korte fragment hierna nog een keer horen. De eerste persoon die je hoort spreken is een Belgische radioamateur en die praat tegen een Zweedse radioamateur bij zo'n verbinding via de maan. Als je goed luistert kun je meteen nadat de Belgische amateur is uitgesproken heel zachtjes nog horen wat hij net daarvoor in de richting van de maan heeft uitgesproken. Dat stukje is dus ruim 2 seconden, zo lang als het duurt voor het signaal om van België naar de maan te komen en weer terug. Je hoort de Zweedse amateur daarna vrij snel terugkomen. Kan zijn omdat hij rekening houdt met deze 2 seconden. Kan ook zijn dat er in het fragment gemonteerd is, dat weet ik niet. Hier volgt het fragment nog een keer. Let vooral op het geluid net nadat de Belgische amateur is uitgesproken. Very good signal, Anders. How do you copy? Sierra, Mike 5, Delta, Golf X-ray. Oscar, November 5, Golf Sierra, over. En dan het tweede onderwerp van deze bijdrage: micronaties, grenzen en soevereiniteit, daar hoort het bij. Dit onderwerp gaat ook over bijzondere grenssituaties en vandaag hebben we er zo eentje. Een bijzondere grens die ligt tussen de twee eilanden Kleine Diomede en Grote Diomede. Tussen deze beide eilanden ligt de grens tussen de Verenigde Staten en Rusland, maar ook de grens tussen Azië en Amerika. En verder de tijdgrens met 20 uur verschil en de datumgrens. Dit is een van de meest interessante plekken op de wereldbol die je wat betreft soevereiniteit kunt indenken. En ligt ongeveer in het midden van de Beringstraat. Dat is de plek waar een uitloper van Rusland slechts 53 kilometer verwijderd is van de Verenigde Staten. En de eilandjes die liggen daar dus in het midden. Kleine Diomede ligt in het oosten en Grote Diomede westelijk van het andere eiland. De twee eilandjes, respectievelijk 6,3 en 29 vierkante kilometer groot, liggen ongeveer 4 kilometer uit elkaar. De beide eilandjes liggen dus in 2 verschillende tijdzones met 20 uur verschil. En daar weer bovenop dus de datumgrens, waardoor het op Grote Diomede slechts 4 kilometer verderop bijna een etmaal later is dan op Kleine Diomede. Ook Oud en Nieuw is op het ene eiland bijna een dag later dan op het andere. Big Diomede wordt daarom wel Tomorrow Island genoemd en Little Diomede Yesterday's Isle. Tijdens de Koude Oorlog waren de contrasten vanwege met name de landsgrenzen nog veel groter. De grens tussen beide eilanden werd toen ook wel het IJsgordijn genoemd. Het Amerikaanse Kleine Diomede wordt bewoond door nu nog 82 Inuit, Eskimo's, oorspronkelijke inwoners van het eiland, die allemaal in het kleine dorp aan de westkant van het eiland met uitzicht op Grote Diomede wonen. In 2010 waren dat er nog 115, in 2146 nu nog 82 inwoners. De inwoners van het Russische Grote Diomede waren vele eeuwen lang ofwel Yupik ofwel Inupiat Eskimo's, daar zijn de geleerden het niet over eens. Na de Tweede Wereldoorlog overigens moesten de bewoners van het Russische eiland van Jozef Stalin gedwongen verhuizen om contacten over de grenzen heen te voorkomen. Het Russische eiland is op een weerstation na nu nog steeds onbewoond. Voor die tijd waren er geregeld contacten over en weer tussen de bewoners van de eilanden, vanwege gewone bezoekjes, wederzijdse festivals en ook om handel te drijven. De laatste 20 jaar zoeken familieleden die van beide eilanden afkomstig zijn elkaar af en toe over en weer op. De Russische voormalige inwoners van Grote Diomede wonen nu op het vasteland van Rusland. Ze spreken echter wel dezelfde Inuit-taal. De zeestraat tussen de beide eilanden is geregeld in de winter bevroren. Naar verluid gaan de inwoners van Kleine Diomede dan wel eens jagen op Grote Diomede. Een grensoverschrijding die door de Russische autoriteiten niet op prijs wordt gesteld. Grote Diomede ligt zo'n 45 kilometer verwijderd van het meest oostelijke deel van het vasteland van Siberië. Kleine Diomede ligt op ongeveer 40 kilometer verwijderd vanaf het vasteland van de Amerikaanse staat Alaska. Beide vastelanden liggen op het smalste punt van de Beringstraat. Zoals gezegd liggen daar het vasteland van de Verenigde Staten en dat van Rusland 53 kilometer uit elkaar.
Schrijver en lange afstandszwemmer Lynn Cox zwom in 1987 de 3,7 kilometer kleinste afstand van Diomede naar Grote Diomede bij een watertemperatuur van slechts 4 graden boven nul en deed dat in 25 minuten. Dit leverde hem in een tijd van glasnost en perestroika de felicitaties op van zowel toenmalig president Ronald Reagan als van Mikhail Gorbachev. Cox hielp hiermee de gespannen situatie over de grens tussen de eilanden versoepelen. Sinds 1990 is er op beperkte schaal sprake van enig toerisme per boot en door de lucht. Rusland beschouwt echter de gehele regio, zowel water, vasteland als de eilanden, binnen de eigen landsgrenzen als militair gebied. En het toerisme wordt als gevolg daarvan ernstig gehinderd door de ingewikkelde aanvragen voor de benodigde visa. Ik weet overigens niet hoe dat op dit moment is. De eilanden zijn daarnaast ook vanwege het uiterst betrouwbare weer zeer moeilijk te bereiken. Volgens mij bereikte Michael Palin het eiland wel en Boudewijn Buurtbeek een poging niet. Maar het kan zijn dat het net andersom was. Er wordt al jaren nagedacht en gefantaseerd over een vaste oeververbinding door de Beringstraat. Deze plannen gaan zowel uit van twee bruggen of twee tunnels of een combinatie daarvan die dan zowel Rusland als Alaska via de Diomede-eilanden met elkaar zou moeten verbinden. Overigens grenzen de VS en Rusland op nog een plek redelijk dicht aan elkaar. Dat is bij de keten van de Aleuten-eilanden, bekend van Dutch Harbor van de tv-serie Deadly Sketch. Van die eilanden zijn er duizenden die lopen tot vlakbij Rusland. En de meeste daarvan zijn onderdeel van de VS. Alleen de twee eilanden die het dichtst bij Rusland liggen, de twee grootste eilanden van de Aleuten, die behoren tot Russisch grondgebied. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte-Nijveen op 918 kHz.